Hallo allemaal en welkom bij DCG & Toys. Ik heb voor jullie, ga ik weer 5 random blindbox video openmaken. Dan begin ik met de eerste. Ik heb hier 2. Ik heb een Smashers van serie 2 en een Lego Disney. Doosje. Ja, we hebben een Little Pet Shop. Nog een doosje. Een Disney Durables. Wat zou ik doen? Wat wil ik een doos nemen? Oh, een Funko Mystery Mini van Toy Story. Dat zijn de 5. En die ga ik ook maken. Zo, we gaan beginnen met de eerste. En we gaan beginnen met Lego Minifigures. Dit is de Disney serie 2 verre 18 te verzamelen. Ik heb net laatst ook opengemaakt en heb ik Jaffa gekregen. En volgens mij zit dit hier weer een zakje in. In dat zakje. Oeh, ik zie iets blauws. Yay, we hebben Elsa. Ik vind deze zakjes heel erg handig, want je kan ze altijd gebruiken. Daarom knip ik hem ook aan de bovenkant even open. Want dan kan ik ze weer gebruiken en dichtplakken. We hebben Elsa. Met de cape. Oh, moet je cape zien. Check dit tegen glitters. Die gaat aan de buitenkant. Er zitten ook weer 2. Deze gezicht. Focus. Of deze gezicht. Nou ja, deze neem ik leuk, hè. Elsa met een mooie haar. Met een mooie pruik. Even kijken. Hoort die zo. Ja. En dit is de snowflake die jij vast hebt. Kijk. Ik laat het wel even nog een keer zien. Hier zit ze. En dan heb ze ook mis nog eentje wat. Standaard. Of oh, ze hebben gewoon aan de zijkant vast. Een snowflake. Zo. Also, oh ja, die kan je weer niet opnieuw zetten. We gaan naar de Little Pet Shop. Dit is de Hungry Pets Collection. We hebben een pet. Een accessoires. Zitten erbij. De bovenin zit altijd de kaart. Je kan meteen kijken welke je hebt. En dat doe ik niet. Waarom doe ik niet? Aan de achterkant zie je welke je hebt. Dat doe ik niet. Voor de verrassing. Deze zijn degene die je allemaal kan verzamelen. Ik hoop ze allemaal te hebben. Ik heb er al 6 volgens mij. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan naar deze. Oh, ik zie een vis. Kom op. Ik zie een vis met een patat. Vis met patat. En volgens mij zo. Ik weet niet of ik deze heb. Moet ik even in mijn lijst kijken. En natuurlijk een mooie patatvin. Wat op de vin. En een mooie ketchupbottle. Hoe vind je dat? Hier staat ze op de achterkant. Dus je kan meteen kijken als je ze opent welke je hebt. Nou, gelukkig doen we dat niet. Laten we naar de smashes gaan. Serie 2 Groos serie. Checklist zit hier. Zo, dit is een oogbal. Zo, dit zijn degenen die allemaal kunnen verzamelen. 1, 2, 3. Ik doe het gewoon zo.
Boom. Oké, we hebben een katje. Een katje. Hoe gaat de bodemfles? En een katje zat hier. Ellie Cat. Where are for animals? Oh, hij is nog weer ook nog. En je krijgt nummer 76. Dus je krijgt hoeveel punten? 600. Oeh, deze ultra-wear. 5600 punten krijg je voor deze katje. Disney Dorables. Zitten twee of drie Dorables inside je? Volgens mij zitten maar twee in. Ja, ik hoop dat we een nieuwe krijgen. Want ik moet mijn serie. Ja, heb ik al een groot gedeelte al. Volgens mij zit ik al over de helft. Checklist. Even de checklist gauw pakken voordat we het openmaken. Hè? We hebben hier de Mickey and Friends categorie. Tangled, die heb ik compleet. Helemaal compleet. Lilo en Stitch. Moana. Beauty and the Beast. Zootopia. Peter Pan. Frozen. Pinocchio. Alice in Wonderland. Monster Inc. Winnie the Pooh. En Limited Editions. Welke hebben we? Gaan we kijken. Oeh, we hebben maar twee beestjes. Twee, maar die twee. Is degene die ik al heb. We hebben Sven en we hebben Belle. Gaan we kijken. Hier hebben we Sven. En dat is een common. En wij hebben Belle. Volgens mij is dat een wer. Ja, is een groene. En dat is een rare. Je kan deze ook nog onderzetters gebruiken om een beetje dingetje op te zetten en blijven ze beter staan. Dat is voor speciale dingen blijven ze beter staan. We gaan naar Toy Story. Oeh, de zon gaat weg. Toy Story 4 heb ik nog niet gezien, maar ik weet wel een groot gedeelte welke het allemaal zijn. Dit is een niet zo'n zware. Nou, we gaan kijken. En dan vraag je af, waar koop je deze Funko Mystery Minis? Die kan je heel goed bij Large bestellen. Daar zijn ze goedkoop. Bij Large. Ik heb ze ook bij FunkoPops.com. Je kan ook bij Arcodia bestellen. Daar zijn ze ook redelijk te verkoop. Maar die zijn ze wat duurder. Bij Large zijn ze meestal en bij FunkoPops. FunkoPops heb niet altijd dezelfde. Dus dat wisselt elke keer. Vreken had ik ook besteld. Had ik ook voor FunkoPops besteld. En dan hadden we Warner Brothers bijvoorbeeld. Die heb je wel misschien eerder open zien maken. Maar die zijn er nu al uit. Dus dan hebben ze nu deze. We hebben een persoon. En we hebben... Oh, Chicky. We hebben Ducky. En dit is 1 op 24. Dus deze is best rare, hè? 1 op 24. Dat betekent 24 doosjes heb je nodig om 1 zo'n Ducky te verzamelen. Dus dat is best wel. Maar we hebben hier wel een. Ik vind deze echt te gek, die duck. Nou, dat zijn de 5 die ik open heb gemaakt. Wat is jouw favoriet? Laat in de komen achter. Ik ga toch voor mijn ducky. De ducky. En wil je niks missen? Abonneer dan op mijn kanaal, want ik plaats elke dag een nieuwe video. Je kan in de omschrijving lezen van wanneer wat geplaatst wordt. En dan weet je dat ook. En vergeet niet echt niet te abonneren. Dan zie je de volgende keer met een nieuwe video. Tot dan. Bye bye. Doei.